Ja, bij mij ook. Ik moet mijn bril afzetten. Ja. Dus wij gaan het eerst. Ja, we moeten het even voorkomen. Je moet je open. Let even op. Iets van deze kleur maken. Ja. En dan iets warmer. Want dat moet zo. Dit gaat nog wel naar voren. Het is al heel laat. Ik ben even. Ik ben wel heel erg. Zal ik geen water op? Nee. Krijg je niet met verder mis gedaan, hè? Geen kras op het ding. Dus ik heb meer dan een jaar. Want we beginnen niet met het lichtste, we beginnen eigenlijk een beetje met het donkere. Met het hoge licht, daar eindigen we mee. Dus van onder naar boven werken? Ja. Ja, maar... Dat hoef je natuurlijk niet. Maar er is kleurverlies als je met licht op donker gaat. Ja. Dus je mag een beetje overdrijven. Wat voor kleur ga je die berg eigenlijk maken heen? Wat is de bedoeling, die berg? Ja, om dat een beetje ook wat blauw-grijs te maken. Die bergen? Ja? Dan wordt het zo'n somber ding, vind ik het worden dan. Nou ja, wel met wat bewerkingen erin. Maar zeker achteraan wat ja, dan moet het donker. En hier wat sterker. Ja. Dat wel, dus niet één kleur. Nee, natuurlijk. Nee. Dus. Het wordt dus niet een hele volle bubs, maar een beetje dit. Maar dus later natuurlijk wit met een hele gele kop. Iemands telefoon gaat. Ja, dat is hier. Dus we eindigen weer met dit soort bubs. Er weer op. Wie? Van wie? Van Nico. Ja, ik kan nog kleinere meisjes moeten halen. Ja. Wat heb je daar in je handen? Je kan dus een beetje... Met dit kleine mensje. Kun je met deze wolk niet hier voor de berg langs laten lopen? Dat die berg heel ver in de verte is, net boven die wolk nog uitkomt, of kan dat niet? Je kan natuurlijk dit doen, hier nog een stuk. Je kan natuurlijk hier nog een stukje licht maken. Een beetje witte wolk wat er voorschijn komt. Ja, dat hier achterweg laten lopen. Want die ene berg die erachter steekt, die moet op een heel eind weg zitten. Maar dat komt nog hoor, lieve Ria. Ja, ik vind het zo moeilijk als je niet weet van tevoren wat het wordt. Nee, maar ik zou even stuk voor stuk doen. Maar dit lijkt me wel aardig zo. Ja. Ik heb me van het... Ja. De verste berg het lichtst? Of is dat ja,
De vesten onderaan werken. Ligt en de, nee, bovenaan ligt en onderaan donker. Deze gaat ook een beetje daarop lijken. Oké. Een klein stukje een beetje donkerder. Dus. Nee. Hoeveel genoeg op een mes hebben natuurlijk. En we gewoon laten dat het een beetje gaat. Dan gaan we en. Ja. Nou, inderdaad. Je kan heel wat rood, kan ik wel. Maar het mag niet te donker zijn, want dat is zo dwingend voor al deze contrasten. Als je het kort, maar vooral hier eerst omging, 2 weken. Dus het moet net ietsje donkerder zijn dan dit, net ietsje donkerder. Dan is dit al ietsje donkerder dan dit. Maar je moet proberen dus deze tint te mengen. Dus eerst werd er wat aangezet en daarna werd dat licht er. Ernaast gezet. En toen nog wat aan de bovenkant, een paar stukjes. Ja. Omdat die zon zo laag staat, is dat donker tot hier ongeveer. Ja, niet te veel van anders. Nee, want dan staat hij wel heel erg. Ja. Ja, bijna in het water. Dat is Ik had het toch kleintje. Wie was het? Maar ik meen wel hiermee en ik schilder daarmee. Oh, dus het is echt zo. Want hier, je zou over het hele vlak heen gaan schieten als je uitschiet. Dus dan is het zo gaan schilderen. Nou, dan kun je maar beter die gebruiken misschien. Want hier, hij geeft veel te veel sweeping. Dus hij is niet helemaal lekker te sturen dan. Je kan niet dit gaan doen. Dat heeft geen zin. Dus, ja, dat dacht ik al. Dus we beginnen met wit. Ik zal het nu in een iets wat versneld tempo laten zien. Want de anderen hebben dit al. Maar die kunnen het nog wel straks gebruiken om dit te doen. Bijvoorbeeld. Thank you.
Viridiaan. Ja, Viridiaan. Ben je blij mee, hè, met die kleur? Nou, mijn huis gaat mee, dan valt het wel mee. Hey, maak een paar foto's, joh. Ton. Hij zit gewoon in zijn neus. Zo, we komen een beetje in de richting op deze manier. Zoals je ziet. We zijn er natuurlijk nog niet. We kunnen het wel. Nou ja, je kan het ook. Ja, je zou het. Oh, dat was ook zo. Dus de randjes werden gebruikt. Ook om donkerder te gaan. De meeste mensen die gaan dus het hele mengsel doornemen met een kleur om die partij te mengen. Dat hoeft helemaal niet. Als het om hele kleine friemelstukjes gaat, zoals hier, dan kun je ook een randje nemen en dit gebruiken voor eventueel tussen tinten. Ja, dus. Ja, precies. Dat is lekker donker. Ja, en nog. Ja, dit is een. Wel. Ja, dus. Maar die is veel te donker hiervoor. Dat geeft niet. Dan doen we gewoon dit. Je ziet het, ik voel al aan de hoeveelheid. Dat ik even af moet tikken, weet je wat dat is? Ja, dat wordt een gewoonte. Dus, ik maak hem dan nog wat binnen. Het is gewoon mooi licht gebleven daar. Dus hier past hij wel heel mooi bij. Daar is het te licht voor, maar dat maakt niet uit. Aanpassen. Dus, nou is het de zaak om met dat puntje natuurlijk vooral veel te doen. Het wordt, het is bijna niks om hiermee te werken natuurlijk. Dus het gaat echt om dat puntje. Dus het gaat echt om ook zo vasthouden. Anders heb je niet genoeg besturing. Je kan ook zo geen kant op bijna. Je kan alleen maar een beetje halen. En het gaat echt om zuivere puntjes en streekjes en vooral niet te veel. Maar je ziet, hier komt het al een beetje. Ja. Het allermoeilijkste is dus dit. Ja. En de weerspiegeling. De weerspiegeling is nog moeilijker dan de boompjes. Ja, dat geloof ik. Dus ik zet hier alvast dat donker even op. Doe er maar niet te lang over. Ga je dat er ook brengen? Nee, ook in het niet doen. Goed licht houden. Ja, prima. Moet ik hem even hoger zetten?